Hallo, vandaag gaan we deze schuine kap isoleren met peerisolatie en afwerken met agnesplaten. Het voordeel van de peerisolatie is dat dit relatief dun is met een hoge isolatiewaarde. En het voordeel van de agnesplaten is dat ze kant en klaar zijn. In dit vak hebben we te maken met een schuine kant. Die heb ik overgenomen op de peerplaat door middel van een zwaaihaak. Het is belangrijk dat er over het gehele vak, de peerplaat, koud tegen een dakbeschot aan zit om condensvorming te voorkomen. De peerplaat klemmen wij op met wiggen waar wij in een later stadium rondom luchtdicht afpeuren. In sommige situaties sluiten de platen niet helemaal op elkaar aan. En om warmteverlies te voorkomen, spuiten we een vol met peurschuim. Alle platen zitten geklemd tegen het dakbeschot aan. Ik ga nu met peurschuim de randen luchtdicht maken en de platen fixeren. De peur is uitgehard, daar hebben we een uur op gewacht. Ik ga nu de wiggen verwijderen en de graven afvullen. We plakken de naden luchtdicht af met aluminiumtape.
Ik ben er bijna aan toe om de achtingsplaten te monteren. Ik heb de peerplaten opgesloten met twee kanaallatjes waar ik mijn rochelwerk op kan schroeven. Het is zover, we gaan het rochelwerk afwerken met agnesplaten. Die zijn voorzien van een mes- en groefverbinding wat erg handig is. Bij het monteren van agnesplaten moet je erop letten dat de lijnen uitgelijnd zijn. Ik heb de schuine kap geïsoleerd met peerplaten, afgewerkt met agnesplaten. Mooie plint. Ik heb een plafondetje gemaakt van rips. Dit kan ook van hout. Nu is de klus geklaard en kan jij aan de slag.